Lomborg is a neighbourhood in the west of Utrecht located near the city centre and the central station. The neighbourhood was built at the end of the 19th century for the working class. Recently, the area has become one of the most vibrant areas of the city. Kanaalstraat and Damstraat are two important intersecting commercial streets at the heart of Lomborg. There are two words that sum up these streets. Diverse. Here have you all this. There are varieties of foods you can get on this street, as well as different varieties of, I think, clothes and other markets are also there. Ik vind het best wel een leuke straat. Ik zie behoorlijk wat winkeltjes en mensen lopen. Boodschappen, okay. Tussen de lunchbroodjes halen. En multicultural. Dat het heel multicultureel is. Ja, het is altijd wel levendig, druk. Een hele leuke, gezellige, multiculturele plek. Ja? Ja, en ik woon er, dus dat is heel fijn. Ja, ik denk dat er wel veel buitenlanders wonen. Dat is al mijn indruk. Ook als je naar die winkeltjes kijkt en dat soort dingen. Echt andere culturen. According to data from Utrecht City Council, there are more women than men living in Lomborg. In 2018, 47.2% of residents in Lomborg were men and 52.8% were women. What could be considered as remarkable is that these percentages are not reflected on Kanaalstraat and Damstraat. Our observations on November 29, 2018 showed that the public space was mainly dominated by men. Of those carrying out activities, 59% were men and 41% were women. The gender difference was even more notorious in the evening. Between 7:30 and 8, 83% of people carrying out activities were men and only 17% were women. The observations raise the following question: which factors could explain the gender gap between the percentage of female residents in Lomborg and the percentage of females using Kanaalstraat and Damstraat? Ik vind het een vrij drukke straat. Ja. Het is gezellig, ja. Maar het is ook wel een beetje af en toe onveilig. Mensen die hier niet vandaan komen, kan ik best begrijpen dat ze zeggen van, goh, 's avonds laat wil ik niet meer over die Kanaalstraat alleen lopen. Als je een avond hier loopt, eigenlijk ook overdag, kunnen er bijvoorbeeld, gebeuren vaak ongelukken hier, snel met auto's rijden, gewoon een beetje druk verkeer, laat ik het zo zeggen. Dus die onveiligheid is vooral gerelateerd aan het verkeer, denk je? Ja. Dat hier soms van die, ik zie best wel vaak mensen wedelen of bijvoorbeeld van die... die aan het roken zijn, blowen. Ja, ja. Dat zie ik ook heel vaak hier. Ik heb me op dit moment nog niet onveilig gevoeld, nee. Zijn er plekken van de Kanaalstraat of tijdstippen op de dag die je misschien zou vermijden hier? Of is dat niet echt van toepassing? Misschien, ik woon al 6 jaar. In het begin had ik dat misschien wel. En nu heb ik zoiets van, ik woon hier. En ik hoor juist al heel veel mensen van, het is misschien onveilig. Ik vind het altijd, er zijn altijd mensen op straat. Dus ik vind dat juist het gevoel van veiligheid. According to Payne, women may feel less safe when entering public spaces because of the following three factors: knowledge of male violence and aggression, perceived physical vulnerability of women, and a subordinate status of women in society. Ja, omdat er toch s'avonds wel groepjes op de Kanaalstraat staan, of weet je, ze roepen je na, of met de auto dan rijden ze in één keer naast je, ja. Public space by women is often associated with feelings of unsafety, objectification and sexual harassment. Sommigen roepen je misschien wel na, maar dan denk ik. Gebeurt dat vaak, dat mensen dat je nageroepen wordt? Ja, ligt wel een tijdstip. Als het echt 's avonds is en donker, dan gebeurt het wel regelmatig. Sexual intended behavior is not about sexual attraction and complimenting, but about power and men thinking they have the right to harass women. If it happens on a regular basis, it strongly influences the behaviour of women in public space. Many women experience sexual intended behaviour, which ranges from whistling and catcalling to hooting and kissing noises. Ja, het gebeurt wel eens, maar je hoeft gewoon. Je bent aangewend. Ja, gewoon doorlopen. Mannen die hebben vaak zoiets van, maakt allemaal niet uit. Yeah. Maar ik denk dat voor de vrouwen wel wat meer. En waarom denk je dat het is? Ja, omdat er toch 's avonds wel groepjes op de Kanaalstraat staan.
street harassment and the underlying fear of it escalating into something worse can make women feel unwelcome and unsafe in public, especially when they are on their own. Being in company of others and the time of the day are mediating factors that influence the sense of feeling secure. It's a little bit more crowded than other areas, so yes. Okay, you think it's important that a place needs to be crowded in order to feel safe? Yes, I feel that. Okay. Why do you feel that? Yeah, because you don't need to be like walking alone on the streets. Uh-huh. Yeah, so yeah, of course, definitely there need to be other people on the streets for you to feel like safe on the street. Do you come during the day or do you come at night sometimes? No, at this time only, as I have a baby, so this is the time when we prefer to come here. Okay, okay. Would you come at night? Yeah, sure. But I'm not sure if I'll come alone. I'll come with my husband, most probably. Women are very aware of the dangers and negatives of public space and act accordingly, resulting in women trying to avoid public space or preferring to enter public space only in a group or with the guard of a man. Zijn er dan bepaalde plekken van de straat of tijdstippen die je vermijdt als je hier komt? Avonden. Avonden. Ja. En dan alleen? Of is dat of in een groepje dan zou je misschien nog veilig kunnen voelen? Ja, ik voel me sowieso meer veilig met een groepje. Maar ja, in de avond ben je meer, het is hier veel drukker in de avond. Je ziet echt dat het in de avond meer leeft hier. Ja, ja. Veel meer verkeer, veel drukker. Iedereen rijdt door elkaar heen. Soms zie je ook jongens in de auto lachgas doen en rijden. Je bent nu alleen, maar komt hij dan vaak met vriendinnen of ook gewoon alleen? Meestal met vriendinnen, ja, voor de gezelligheid. Okay. Als ik alleen ben, dan moet ik echt iets doen of zo. Yeah. Net als nu wel vandaag een kapper of iets. Ja, precies. Ja, ik ben het hier gewend, dus ja, ik snap voor sommige mensen die hier niet vandaan komen dat ze echt zoiets hebben van nou, dan ga ik s'avonds niet over straat lopen, maar ik weet niet beter, dus ja. Ik denk als Nederlands heb je het toch wel weer makkelijker. Dat is dus ook al een cultureel ding, denk ik. Ja, maar hoezo heb je het dan als Nederlands makkelijker? Nou, ik merk dat meiden met hoofddoeken, die worden veel vaker nageroepen. Of dan heb je ook die autorijcultuur natuurlijk. Ja. Dat ze elkaar heel de tijd rondjes blijven toeren en toeteren en doen. En daar hoor ik dan niet in. Within Turkish American communities, young women have adopted different strategies to create a sense of social comfort in public spaces. Het is wel een beetje een multiculturele wijk. En weet je wat ik een beetje weet van de Marokkaanse en de Turkse cultuur, is dat de mannen heel veel op straat zijn en de vrouwen die zijn wat meer thuis. Especially in the Islamic culture, this patriarchal relationship between gender and public space is strongly incorporated. Feminine space is the space of the home. It includes spaces for women and for the close male relatives and is a domain into which the entry of other men is restricted. Spaces outside the home are largely masculine. Waarom er wel meer vrouwen op straat zijn? Ja, als het wat meer, wat later is. Weet je, rond de boodschappen doen, tijd dat het dat er gegeten moet worden. Ja. The construction and expression of masculine identity in public space may create places that women want to avoid and at the same time trigger the construction and expression of feminine identity as vulnerable and fearful. De meeste echte groentewinkels en zo zijn, dat merk je wel, die zijn al heel toegankelijk. En de slagers ook en zo. Je hebt wel sommige snackbarren, maar dat is al meer op bepaalde tijden. Dan is het echt alleen een mannencultuur. Ja. Maar dan denk ik nog steeds van, ja, ik ben dan wel makkelijk. Dat ik denk van, ja, ik heb gewoon honger, dus ik ga gewoon naar binnen, zeg maar. Dus ja, het is meer, ik voel en ervaar het wel, maar ik pas mijn gedrag er niet zozeer op aan, denk ik. Dus, The public domains are in all manner of ways associated with the dominance of men. Although not every woman experiences sexual harassment to the same extent, many women have learned to deal with it. Ik weet niet beter, dus ja, weet je, ik vind het niet erg. Ik
causes women to restrict their time in public alone and to be on guard while there. Gewoon doorlopen. Ik ben er wel, denk ik wel, nog steeds oplettend in ofzo hoor. Omdat ik dan toch, als mensen echt praatjes naar elkaar maken ofzo, dan denk ik toch van wel even kijken. Ik zou het andersom ook fijn vinden. Ja, ik denk het wel. Maar dat is de hele openbare ruimte, denk ik. Oké, okay. Heel Utrecht, niet specifiek deze straat. Nee, ik denk dat je het hier meer, misschien eerder kan verwachten, maar ik denk dat het inherent is aan vrouwen en alleen op straat. Ja, nou. Het wordt hier sneller normaal beschouwd. Several theorists argue that the world is still patriarchal. The fact that the voiceover of this documentary was done by a man might just be a sad reminder of this.